De wandelvierdaagse is over 55 plusses, Beverwijk Heemskerk. Wanneer start hij? Op 27 juni in de sturt op de Maastraat in Heemskerk. En hoe laat? Vanaf 1 uur de 10 kilometer en half 2-2 uur de overige afstanden, zowel de 2,5, de 5 en de 7,5 kilometer. En wie mogen daar meedoen? Ja, 55 plus hè? Het klinkt. Ik weet dat er ook wel jongeren meelopen, want ze vinden het wel heel leuk om uh, daarmee te mogen starten. Maar de meesten zijn echt wel de ouderen. En ik begreep ook een beetje dat mensen die niet goed ter benen zijn, ook mee kunnen doen. Het is juist de bedoeling om die mensen uit huis te halen. En met Rollator is een 2,5 kilometer zeker geschikt. Als je dan nog bedenkt dat je daar nog een pauze in hebt waar totaal verzorging is. Nou, wat wil je dan nog mooier hebben om met de groep bij elkaar te zijn? Nou, het klinkt allemaal heel mooi. En waar kunnen ze zich eigenlijk aanmelden? Bij de stut. En dan is de volgende dag op een andere locatie. Wij wisselen echt door Beverwijk Heemskerk heen. En dat staat dan op de parcours. Dan krijg je helemaal mee. De parcoursen zijn totaal gepeild. Je kan niet verdwalen. Dus de eerste dag is de sturt. De tweede dag gaan we naar de Prinsenhof in Beverwijk. En de derde dag gaan we naar het Spectrum. En we sluiten de vierde dag af bij Westerhout. En allemaal rond één uur kan je weer heerlijk verzamelen. En dus gelijktijdig aanmelden. Het is niet dat je je eigen nu al aan moet melden. Nee hoor, je kan op de dag aanmelden. Je kan je dag aanmelden om vier keer mee te doen. Totale pakket, maar je mag het ook per dag doen. En dat is natuurlijk allemaal omdat uh, niet iedereen overal heen wil reizen of er kan komen. Dan kan je in je eigen omgeving meewandelen waar je wil. Nou, het klinkt allemaal heel erg mooi en we gaan hopen dat het niet te warm wordt voor ze. En ik wens je er enorm veel succes mee en een hoop aanmeldingen. Gaan we doen en jullie ook bedankt voor dit.